dat je dus met z'n allen creatief aan het boekhouden bent. En dat je dus dat er allemaal van die metrics zijn van aandacht. Niet alleen van dingen die je koopt, maar ook bijvoorbeeld gewoon kijkcijfers 2.0. Eigenlijk zo evident dat dat gewoon de hele tijd kan. Weet je? Want we zitten allemaal op een hele grote massa, zeker met twitteraars, maar heel veel mensen in het algemeen zitten met hun laptop op de bank tv te kijken. Waarom maak je niet gewoon een app waar, met die helpbaar binnenkort Google Wave, weet je, waarmee je dat gewoon... Wist je trouwens dat... Maar even een punt maken, want de grote implicatie daarvan is dus dat je veel meer gaat kijken naar sociale omgang als gewoon een spel. Waarbij zeg maar, de lineaire waarde van hoeveel of iets te duur is of goedkoop, nu weer zichtbaar met die supermarktoorlog, veel minder relevant wordt. Het gaat veel meer draaien om van hoe ben jij creatief ook voor je gezin, weet je, je systeempje aan het draaien. Waarbij het volgens mij een van de grote implicaties, mooie implicaties daarvan is, dat je als je die manier van visualisatie gaat hanteren, die manier van omgang met waarde, wat dus niet alleen maar lineair is, maar ook netwerk, dus masculin en feminien, theoretisch gesproken, dan kun je dus een nieuw soort van sfeer creëren met z'n allen, waarbij het niet meer zo is van, weet je wel, gemeet naar elkaar van die heeft meer, die heeft minder, maar gewoon dat je elkaar je eigen spel gunt. Dat is de grote implicatie. Dus je haalt de stress uit het systeem. Het wordt veel meer, weet je, van piep, ik ben afgerekend en dat past gewoon binnen mijn budget. En voor de rest is het gewoon leuk om te delen met iedereen waar je... Ja, maar waar reken ik dan mee af? Nou, het kan... Met nog steeds met gewoon muntjes? Of ga ik gewoon weer 3 kralen geven? Of ga ik 20 volgers geven? Nou, ja, directe koppeling van waarde aan volgers, weet ik niet precies, het zou kunnen. Het wordt in ieder geval... Het wordt een nieuw soort van omgang met waarde. Ik snap het theoretisch verhaal. Alleen waar ik iedere keer bij vastloop met jou, is van ja, maar gast, als je het hebt over een spel en dat soort dingen. Oké, prima. Maar wat zijn dan de pionnen in het spel? Wat zijn de regels van het spel? Wat zijn de kanskaarten? Wat zijn de domino steentjes? Ja. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Waar het in de kern om draait, zeg maar, daar ben ik ook, ik stel mijzelf die vraag ook, weet je, want ik heb van die ideeën over, ja, Bluetooth zou vet zijn, maar wat dan uiteindelijk echt, weet je, en hoe ga je dat reguleren, en wat is de inhoud van het spel, en wat ik denk dat de silver bullet is, zeg maar, is iets wat Olga Pokhoy mij aandroeg, eigenlijk een half jaar geleden, wat onder vele namen bekend is, maar wat bij Coelho in de alchemist heet de persoonlijke legende. Mm-hmm. En dat is het idee van dat we allemaal een bepaalde intrinsieke karakteristiek hebben als mens, als incarnatie, is ook een mooi beeld om naar te kijken. En dat je dus meer bent dan alleen maar een generieke economische participant die gewoon aan de hand van iets wat hij nou eenmaal leuk vindt, geld gaat verdienen. Mm-hmm. Weet je wel? En dat laatste, dat is het model wat nu geïmplementeerd is. Als je kijkt naar het werk van Warskov en als je kijkt naar de Century of Self, wat ik nog steeds kan aanraden, zeg maar, die documentaire, is dat we gewoon met een ontzettend raar, paranoïde, zwartgallig, suboptimaal mensbeeld zitten qua economische implementatie. Dus als je op het moment dat je meer in die peer-to-peer sfeer gaat zitten, van wederzijdsheid en ruimhartigheid en zo, dan kun je gewoon een veel zinvoller en functioneler mensbeeld implementeren. Wat voornamelijk, en dan kom je zeg maar op de vormgeving van die game, wat loopt langs lijnen van waarvoor ben jij in de wieg gelegd? Wat vind jij leuk om te doen met de kwaliteit die jij hebt meegekregen? Zeg maar. Wat nog steeds heel veel kan zijn, maar het is meer dan alleen maar totale open generiekheid. Weet je wel? En dat is gewoon iets wat echt mist in onze cultuur. Als je kijkt naar, het wordt eigenlijk alleen maar over naar gevraagd in de vijfde klas bij de decaan. Dan heb je dus inderdaad over... Kijk, waarvoor ben je in de wieg gelegd? Wat zijn je competenties? Wat is je talent? Creativiteit, ruimhartigheid, behulpzaamheid, financiële kennis, creatieve, conceptuele kennis. Je kan goed programmeren, whatever. Ja. Daar kan je toch geen brood mee kopen? Nee, maar de grap is dat het dus een hele gave manier is van het rubriceren of reguleren van zeg maar zo'n connected transactiespace. Ja, maar hoe dan? Maak het nou echt... Wat ik zeg, eigenlijk gewoon, weet je, dingen als Bluetooth transacties, dus een digitaal bonnetje. De kern wat erin zit, is dat je dus, wat eigenlijk ook al een hele tijd wordt gehint in Web 3.0, is de social graph.
Ja. Weet je wel, het netwerk, ja. Eigenlijk gewoon het begin eindelijk eens keer van een social network. Ja. Ja. Want eerlijk gezegd, weet je, als je kijkt naar Hives en Facebook, mooie applicaties op zich, maar het is nog steeds, weet je, het toevoegen van de mensen die je sowieso al kent, van familie of school of werk voornamelijk. Simpel nulletjes, eentjes, je bent een vriend of je bent niet, terwijl er zoveel tussenin zit ook. Nou, weet je, Twitter is een grote interessante uitzondering in de zin van dat wij, weet je wel, wij alleen al, heel veel mensen, hebben gewoon nieuwe mensen leren kennen. Ja. En dat zie je bij Hives en Facebook. Dus op het moment dat je zo'n social graph gaat bouwen, zo'n nieuwe database, zo'n resonante, resoneren vind ik een heel gaaf woord om te gebruiken hierbij. Een resonante sociale database die je op allerlei manieren kan voeden, met je koopgedrag, met je kijkgedrag, met je leergedrag, alles met je Twittergedrag, dat je gewoon een hele gave mesh krijgt, een hele mooie mandala, zeg maar, van mensen die met elkaar verbonden zijn omdat ze qua creatieve intentie resoneren. Mm-hmm. Weet je wel, dat is een beetje een verheven manier van het zeggen, maar het is wel puur. Het komt uiteindelijk gewoon neer op dat je, weet je wel, in de filosofische kern is het gewoon, van dat mensmodel waar we mee zitten, wat onder andere bij Freud vandaan komt en zo, is het idee dat we nou eenmaal allemaal gedoemd zijn tot individuele winstmaximalisatie en dat het een soort van elleboog dog-eat-dog ding is, weet je wel. Terwijl eigenlijk het veel logischer is, of in ieder geval nu voor de hand ligt, of leuk om te gaan doen, dat op het moment dat jij voor jezelf je speelse situatie maximaliseert, dat je dat juist ook niet verandert. Nee, snap je? Ja, dat betreft zijn we het ook echt met elkaar eens. Ja, ik leg het vaak wat simpeler uit dan jij, maar ik ben het helemaal met je eens wat dat betreft. Alleen, het blijft altijd hangen in, ja, oké. Wat ik een jaar geleden al tegen je heb gezegd en wat we met Koninginnedag hebben het er al over gehad en nu weer. Ja. Maar hé, gast, ik moet mijn hypotheek betalen. Ja. En ik kan wel heel leuk, heel speels de hele dag dingen gaan doen waar ik voor in de wieg ben gelegd. Ja. Maar als ik er mijn hypotheek niet mee kan betalen en mijn kind niet van kan onderhouden, dan heb ik een probleem. Precies, nou, totdat inderdaad het moment komt dat de hele wereld op een speelse manier hun talenten gaat ontplooien en op die manier inderdaad met elkaar waarde uitwisselt en dat je inderdaad dingen van waarde kunt uitwisselen. Ja. Maar die tijd is er nog niet. En wat interessant is, volgens mij, is het is goed om het over, ik zou zeggen, dat punt te hebben. Daar hebben wij en heb jij het zelf heel vaak over. En ik vind het onwijs goed dat je dat doet. Dank je. Alleen, wat ik veel interessanter vind, is van oké, dat punt, daar kunnen we met elkaar over eens zijn. Maar hoe gaan we daar nou komen? En wat moet je dan doen? En wat moet je tegen wie, wanneer gaan vertellen, op welke manier, om daar te komen? Ja, nou, uiteindelijk komt het gewoon neer op dat je nog steeds doorgaat met je huidige vorm van geldomgang, geldadministratie, met je hypotheek en je bankrekening en je cash en al dat soort dingen. En dat je daarbij een nieuwe betekenislaag aan toevoegt. Eigenlijk gewoon weet je wat, het toevoegen van tagging. Zoals jullie nou doet. Ja, precies. En dan dus in de richting van die resonante social graph. Ja. Dus eigenlijk gewoon weet je wel, het toevoegen van volgende generatie. Nee, laat ik het zo zeggen. Zou het onderwijs daar een belangrijke rol in moeten spelen? Nou, de grap is dat niks moet volgens mij. Maar dat is wel een mooi punt. Wil je dat het onderwijs daar een rol in moet? Nou, volgens mij. Mijn sentiment is meer van het onderwijs kan daar ook een hele kikker rol in spelen. In de zin van dat we. Waar ik moet denken is dat ik het zelf persoonlijk ook jammer vind dat ik nooit les heb gehad. Ik heb het gymnasium gezeten in Apeldoorn. Ik heb wel iets van macro-economische dingen gehad. Maar nooit geleerd gewoon hoe je gewoon je eigen financiële zaken regelt. Waarom heb ik dat? Plus één. Weet je wat? Ik heb er moeite mee. Ja. Ik ben gewoon echt, eigenlijk op dit moment maak ik me mee, ik ben dirt poor en het moeite om zeg maar mezelf te manifesteren economisch en ik heb er een hekel aan en het grijpt, weet je wat, het slaat direct op mijn pijnlichaam met allerlei ouder drama's en bullshit en zo, weet je wat, is het jammer. Dus qua onderwijs, weet je wat, zou het kicken zijn om gewoon meer tools te hebben zoals Juno, waarbij ik het liever ook lokaal heb draaien, als een lokale server bijvoorbeeld, weet je wel. Waarmee je dus nieuwe vorm, een bredere vorm van administratie zou je het kunnen noemen, waarmee je dus meer bezig bent met het jezelf focussen op daadwerkelijke waarden. Ja. Weet je, en dat je al die dingen die je nu al administreert, weet je wel, met de hypotheek en al die zooi, dat je dat kan contextualiseren op een mooie en fijne en familiaire manier. Ja.
Ja, oké. Okay.